Ladies and gentlemen, welkom bij de video van de Lego Advent Kalender. Yes, het is 5 december, 10 uur 's ochtends en dit is het ANWB nieuws. Vanochtend is er een file gecreëerd op de A3 richting Nijmegen. Ja, goed. Ik kan wel presentator worden trouwens. We gaan een vakje openen, want elke dag is er een vakje. En dat vakje, dat kunnen we dan een soort van openen. En dan gaan jullie kijken van, oh, wat voor object heeft hij nou weer? En dan ga ik het in elkaar zetten en dan zeg je van, oh, leuk. En dan klik je weer naar een andere video of zo. Ik weet niet hoe je je dag invult, dat is aan jullie. 5 december, yes. Sinterklaas vertrekt vandaag officieel, geloof ik, met de boot naar Spanje. Waar is de 5? We gaan de 5 zoeken. En meestal zit hij goed verstopt. Ik zie wel een 5. Hij zit naast de 2, echt smerig. En dan open ik hem voorzichtig, want we weten dat de instructie op het deurtje staat. Echt zo verschrikkelijk leuk bedacht. Ik vind het echt origineel. Lego is altijd origineel. Oh mijn god. Dit zijn een hoop objecten. Moet je kijken. Het hele zakje is gevuld. Oké, dan verwacht ik ook een best wel grote instructie. Het valt toch mee. Het past in ieder geval op één vakje. Het past op één foto. Niet dat je allemaal foto's bij elkaar moet gooien om dus uiteindelijk te zien hoe je het in elkaar moet zetten. Of op internet moet zoeken en op een of andere Google website van Lego. Nee, het staat gewoon hierop. Dus wens me succes met het in elkaar zetten van dit vreemde gek object. Maar het wordt uiteindelijk een sneeuwscooter. Ja. Nou, leuk. En er zit ook een pompje bij om de banden op te pompen. Van de sneeuwscooterbanden. Voor mij heeft hij die niet eens. En ze zeggen ook altijd van hoe meer objecten hoe beter. Dat snap ik ook wel. Hoe zit dit nou weer in elkaar, jongens en meisjes? Vincent in zijn natuurlijke habitat. Zit hij lekker even lekker te bouwen, jongens en meisjes. Laat hem even lekker bouwen. Laat die Vincent dan maar gewoon lekker even bouwen. Nou, dames en heren, dit zijn de objecten. De sneeuwscooter en dan zo'n pompje erbij. En dan, hoe kom je erbij? Pompje erbij. En ja, het is dan zo'n soort zo'n sneeuwscootertje of zo. Leuk. Ik vind deze echt superleuk in elkaar gezet door mij. Dat heb ik natuurlijk weer prachtig gedaan. Kan deze niet vooraan? Nee. Ik dacht dus dat... Oh, kijk, het pompje kan wel mee. Zo, god. Nou, dames en heren, de volgende keer zijn we terug met nieuwe vakjes die we gaan openen. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat vooral een duimpje achter. Morgen zijn we er weer met een nieuw vakje. Dus ik hoop dat je dan weer kijkt. Tot de volgende keer. Doei.